En ik noem het het superfood van de Lage Landen. En dan niet bruine bonen in het algemeen. Welkom bij de nieuwe aflevering van Koken met Engelen podcast. Alles wat je wilt weten over eten. Met Harold Engelen en Gert-Jan van Dijk. Gert. Ja. Weer een nieuwe. Absoluut. Ja. Zes. Ja. Ja. Zes. Ja. Wordt dit ook weer een perfecte? Eigenlijk wordt het gewoon iedere week beter. Ja, nee, gelukkig ook wel, hè. En, zo natuurlijk toch? Ja, ook de luisteraars en kijkers, welkom bij deze nieuwe uitzending. We hebben vandaag een, ik vind het best een bijzonder onderwerp eigenlijk. En het klinkt een beetje niet bijzonder, maar ik vind het toch eigenlijk wel. Nou ja, weet niet. Ja, ik liep er al een paar keer een pootje mee in mijn hoofd. Dus, ja, het is ook speciaal voor jou, deze. Ja, ik vind die pillen, ja, tuurlijk. dat zou ik ook zeggen, Nee, maar zoals ik een keer eerder in de podcast verteld heb ik een eigen groentezaak gehad. En speciaal zijn groente en fruit. En daar verkocht ik dus ook gedroogde de peulvruchten. En ik heb er wel iets mee. En toen was dat nog niet echt. Toen was het eigenlijk nog een beetje de grijze, wollen sokkenmensen die. Ja, natuurlijk oma van vroeger, die kent de peulvrucht uiteraard wel. Niet in deze variëteiten, maar in ieder geval, die kende de peulvrucht wel. En die werden vroeger ook wel vrij veel gegeten. Maar toen wij ermee begonnen, toen in de winkel, dat was dan zeg maar eind 80, begin 90 jaren. Toen was het echt de wollen sokken mensen, zeg maar, die peulvruchten namen. Maar nu is de hele hype geworden, omdat men erachter gekomen is, maar eigenlijk ook men al wist, maar weer nadruk dat het erg gezond is. Dat is één van de voordelen. Ja. Ik ben bezig met een kookboekje. En die is, tegen de tijd dat deze uitzending klaar is, of online komt, is die ook online als het goed kunnen is. Kunnen ze gelijk het kookboekje erbij pakken. Kunnen ze hem erbij pakken. En dat gaat over bruine bonen. En ik noem het het superfood van de Lage Landen. En dan niet bruine bonen in het algemeen, maar de peulvruchten. In het algemeen. En het is misschien ook wel het meest onderschat stukje groente. Ja, peulvrucht is eigenlijk ook, ja, het hoort er overal een beetje bij. Maar daar komen we later denk ik nog wel even op terug. Maar eigenlijk is het wel een beetje onderschat. Want ik moet zeggen dat ik tot 2 jaar terug bijna niet at. Nee, maar ik ook niet. Ik vroeger van thuis uit was het de bruine bonen. Trouwens, die was eigenlijk alleen maar de witte bonen. En dan nog platte peters, zoals wij dat thuis noemden. Zoals het ook heet in de volksmond. Pronkboon heet dat officieel. En die werd door de hutspot gedaan en dan noem maar op. Maar eigenlijk verder ook niet. En erwten natuurlijk, dus ook, die werden wel vrij veel gegeten. Ja, maar erwten zie je dan weer niet zo heel veel gedroogd. Ja, ze zijn er zat, maar die zie je ook op veel andere manieren. Laat ik het zo zeggen. Ja, nee, dat klopt. Dat ben ik met je eens. Maar die dat was het eigenlijk. En dus de groene erwt. Maar die ging dus ook door de erwtsoep heen bij mijn broer thuis. De hele groene erwt. En dat was ook in gedroogde vorm, ja. Dat is het enige wat ik eigenlijk aan peulvruchten de laatste jaren gebruikt heb. Is spliterwten. Ja, voor de erwtsoep, ja. Voor de erwtsoep. En voor de rest eigenlijk linzen wel steeds iets meer de laatste jaren. En heb ik altijd heel erg gedacht aan dat ik het niet lekker vond en dat het niet lekker was. En dat het ook niet lekker te krijgen was. Maar eigenlijk zijn ze hartstikke lekker. Ja. Ik ben zelf ook wel meer van de linzen, de erwten, de wat kleinere peulvruchten, zeg maar. Ja. En niet zo van die hele grote, want die pronkbonen, pleelte peters, zoals jij ze zo mooi noemt. Ja, of krombekken. Nou, daar krijg je er wel van, ja. Nee, dit is niet mijn favoriet. Dan heb je echt of je op een meelbal zit. Ja, maar dat is het gevoel wat ik bij al die bonen had. Ja. Totdat je daar wat mee gaat doen en je erin gaat verdiepen. Ja. Maar ook of je ze zo koopt en zelf gaat weken. En dan is er ook nog een verschil tussen warm en koud weken. Maar of dat je ze gekookt koopt in een pot. Want ik moet zeggen, of een blik. Want de bruine bonen uit pot, die vind ik echt niet lekker. Nee, maar goed, weet je. De meeste mensen doen, als ze bonen eten. En dat is eigenlijk best een beetje jammer. Maar dat heeft eigenlijk weer twee oorzaken.
als ik kijk naar de red kidney beans en de black eye beans en de, even kijken hoor, we hebben nog een paar van die soorten liggen. De gele, oh die ligt daar vooraan, de gele spithead. Die zijn in gedroogde vorm in de supermarkt sowieso al niet te krijgen. Daar begin je eigenlijk al mee. En er zijn alleen maar eigenlijk de basiswitte bonen, bruine bonen. De spithead en dan alleen maar de groene spithead en de groene ed. En dat zijn ze eigenlijk een beetje in grote dingen. En een beetje bijzondere soorten worden toch vaak het blik of die vries natuurlijk. Maar dan wordt toch naar het blik of naar potgrepen. Waar op zich niks verkeerd mee is. Nee, alleen pas wel op met het zoutgehalte. Absoluut, maar ik zeg ook niet dat het product niet goed is. Nee. En dat vind ik voornamelijk bij bruine bonen zo. Ik had ze een kwartiertje eerder uit de pot gehaald. Precies. Een beetje te lang doorgegaan. Ja, dat is zoals oma dat misschien lekker vond. Maar ja, niet helemaal mijn... Het is niet meer van deze tijd. Nee, dit is iets meer werk. Alleen, ja, of eigenlijk niet eens. Dat is helemaal niet waar. Want je zegt gewoon... Je moet er wel even aan denken. In principe, maar je moet even aan denken. Maar als jij zegt van, nou ja, ik wil morgen bruine bonen eten. En je zit ze vanavond even in het water. Dan kun je morgen gewoon lekker bruin. Als je het koud water doet, dan kan je ze ook 2 dagen in laten staan. Ja. Het is niet. Ik ben zelf natuurlijk altijd, sinds dat ik ze weer gebruik, zeg maar, bij ons in de keuken wat meer gaan gebruiken. En nog lang niet allemaal, want voor mij lagen hier ook nieuwe soorten die ik nog niet kende. Of tenminste niet kende of niet mee gewerkt had. Maar wij weken ze de avond ook van tevoren. Als wij s'avonds klaar zijn, zetten we ze klaar in het water. 'S Ochtends wisselen wij het water een keer. Als we binnenkomen. En dan kunnen we ze de dag in de loop van de dag verwerken. Ik vind dat ze toch altijd dat extra keertje wassen toch wel iets meer... Ja, oké. Maar goed, weet je. Het is niet zo dat je... Zeg maar, het is eigenlijk niet extra werk. Nee. Het is alleen maar even in het water zitten. Je moet erover nadenken. En dan s'morgens, zoals jij ook dat doet, is s'morgens zeg je verwist het water even. Het hoeft niet, hè. Het is helemaal niet verplicht. Ze geven aan als je ze koud weekt. Dus dan kan een dag van tevoren, als je koud water gebruikt, een uurtje of 8... Ja. Dat ze nodig hebben. Dus je zou het ook 's ochtends kunnen doen als je naar je werk gaat. Ook dat. Maar het is wel een klein beetje... Ik doe het eigenlijk altijd een dag van tevoren. Ik heb het wel eens met warm water gedaan. Dat hoeft maar een paar uurtjes. 2-3 uurtjes. Maar dat vind ik niet zo. Ik heb het liefst koud water. Koud water, ja. Dat vind ik het fijnste. Maar dan moeten ze ook iets langer koken. Je bent er wel dan iets drukker mee, hoor. Ja, of drukker goed, niet. Dat koken hoef je niks aan te doen. Maar je moet er wel op wachten. Nee, dat is waar. Nee, dat klopt. Dat is ook zonder meer waar. En dan heb je natuurlijk de verse peulvrucht, hè. We hebben daar ook liggen peultjes in de suikersnaps. Ja. En dan heb je natuurlijk de spersieboon, de tuinboon, de snijboon. Dat zijn natuurlijk ook verse peulvruchten. Je hebt een hele korte periode in van het jaar ook verse dopetten en verse kapsijnes kunt krijgen in Nederland. Maar dat is dan maar heel kort. Ah, dopetten, dat doe ik een moord. Blauwe schokkers. Vers zijn die dingen zo. Blauwe schokkers kun je ook nog vers krijgen. Maar goed, dat is eigenlijk alleen maar bij de speciaalzaak, want bij de supermarkt kun je het sowieso niet krijgen. En het is maar een hele korte periode dit jaar dat je dat vers kunt krijgen. Ja, dat is ook allemaal mogelijk. En de peulvrucht is enorm gezond. Ja, super gezond. Hey, maar jij zegt net iets. En daar heb ik toch een andere mening over, Gert. Ja, dat mag. nee, dat is niet dat ik dat per se heb. Maar er zijn wel veel... Je hoort veel dat ze eigenlijk niet... Tenminste, die laatste groep die jij noemt, hè, de peultjes, de suikersnaps, de boontjes. Speciale tuinbonen. Dat die eigenlijk niet. Niet onder de peulvrucht horen. Bij de peulvrucht horen. Nee, maar goed, weet je, dat zijn dingen, daar zijn de meningen over verdeeld. En de een zegt van wel en de andere zegt van niet. Ik vind het ook niet zo'n probleem, eerlijk gezegd. Want het is allemaal groente, hè? Het is allemaal groente. En daar gaat het uiteindelijk om. Maar het is eigenlijk net zoals met de tomaat. De ene zegt tomaat is groente en de andere zegt tomaat is een fruit. Het is een vrucht. Ja, precies. Het is een vrucht. Maar ook daar heb je hetzelfde weer. Ja, waar gooi je nee, maar het is ook heel lastig. Weet je, en dan denk ik van, maar goed, dat vind ik... je hebt gelijk, ik ben het niet eens. Maar het is eigenlijk alleen maar bijzaak. Ja, natuurlijk wel. Maar ik vind het wel leuk als ik ergens anders over denk als jij, als groenteman zijn. Dat vond ik wel. Als je hier altijd met elkaar eens was, dat ook niet. Nee, dat is zeker waar. Nee, maar dit is wel... Welke is jouw favoriet, Gert? Van de bonen? Ja, die hier liggen. Nou, ik moet je zeggen dat ik vind de bruine boon, vind ik, weet je, ik eet het. En dan vaak als chili con carne.
En de spithead sowieso, want ik ben dol op ettensoep. Ik geen groene etten, maar echt de spithead. Dat vind ik gewoon veel lekkerder in de, hoe heet het? Ik ook. Hoort ja, er linzensoep. Maar de speciaal weer, linzen is ook heel erg lekker als linzensoep. Ja, maar je kan ze ook zonder soep maken. Ja, ik weet het, maar ik ben dol op soep. ik ben mijn vrouw helaas iets minder. Maar ik zou het liefste, ik eet gewoon echt het liefste elke dag soep. Ik ben dol op soep. En weet je dan zijn de peulvruchten daar ook uitermate geschikt voor. Absoluut, je krijgt goede stevige soep van. Ja. Terwijl je er geen onnodige toevoegingen aan bij hoeft te doen. Ik hou niet van die watersoep. Nee, je hoeft het niet te binden, dat gaat vanzelf. Ik hou een beetje van een beetje soep van, wat er moet het in zitten. Moet een beetje stevig zijn. Kikkererwten zijn natuurlijk ook helemaal hippe de pip tegenwoordig. Met tegenwoordig is dat helemaal hip. Ja, dat moet allemaal kikkererwten in. Allemaal overal kikkererwten in. Ja, dat klopt, ja. En ik moet zeggen dat ik het eigenlijk helemaal niet zo lekker vind. Nee, maar ja, daar heb je het weer. Smaken verschillen. Ik zeg ook niet dat mijn favoriet. Maar zo'n stuk bleekselderij, zo'n stunt, zo'n bakje met van die gedroogde... En daarin te dippen, nee. Ik heb liever een stuk... Nou ja, goed. Nee, dat is niet mijn favoriet. Maar wat wel leuk is met kikkererwten, en dat vind ik wel serieus leuk, dat vocht wat in de blik zit, daar koken wij mee. En wat maken wij daarvan? Bijvoorbeeld een soort, niet echt, maar een soort schuim, slagroomachtige dingen voor veganistisch koken. Oh. En wij gebruiken het als vervangmiddel voor sommige niet-veganistische grondstoffen als melk. Of, het is niet helemaal hetzelfde, maar het heeft op sommige vlakken hetzelfde effect, zeg maar. Dat is, okay. dat is echt wel heel leuk. Dat is alleen bij de kikkererwtenvocht kan je dat mee doen. Maar ze is ook alleen maar bij de kikkererwten. Ja. Oh, voordat, tenminste daar weet ik het van. En ik zal er eens in duiken, maar dat is wat ik ervan weet. Maar daar gebruiken wij het ook wel eens voor. En koken wij niet zo heel veel veganistisch. Vegetarisch zat, maar veganistisch niet zo heel veel. Dat is toch echt wel iets wat iemand moet vragen bij ons in bedrijf. Maar dat is wel, als we het nodig hebben, wordt het wel gedaan. En vegetarisch is natuurlijk voor jullie niet zo heel moeilijk. Want het is, nee, vegetarisch is leuk. Dat is leuk, maar veganistisch, dat wordt iets ingewikkelder. Ja en nee, maar wij zijn met sommige, moet ik het zeggen, ik heb een hekel aan synthetische dingen. En synthetisch is niet eens het goede woord. Ik zoek het woord, maar ik kan het niet vinden. Nee, ik heb een... ik hou niet van producten te vervangen door iets die eigenlijk niet bestaan. Ja, je kan ze kopen, maar ze horen er niet. Ze zijn gemaakt door ons, als mens. Ah, op die manier. Als jij veganistisch wil leven, heb ik daar heel veel respect voor. Zal ik alles voor in mijn werk stellen om dat voor jou te maken. Alleen niet met een vervanger voor melk. En dan heb ik het niet alleen over sojamelk, maar je hebt tegenwoordig heel veel dingen. Rijstemelk, noem het op. Is helemaal geen melk. Het lijkt niet op melk, het is alleen wit. Dat is het enigste waardoor het op melk lijkt en dat ze het zo noemen. Het heeft er niks mee te maken. Ik zeg niet dat ik die producten niet gebruik. Alleen, het is niet een vervanging voor. Okay. En ik snap dat er misschien nu mensen zijn die daar anders over denken en die dat heel veel gebruiken. Ja, prima. Vooral doen. Ik bedoel, dat is niet het probleem. Nee. Alleen, ik vind dat ik op een andere manier het resultaat moet proberen te bereiken. Ja. En niet... als ik een eitje nodig heb in mijn gerecht en ik wil dat dus vervangen, dan kan ik dat op sommige momenten door iets anders vervangen. Maar een cake maken zonder ei, dat wordt geen cake. Nee, dan krijgt een heel andere smaak. Punt. En tuurlijk zijn er allemaal dingen voor die ik erin kan stoppen, zodat het toch iets gaat doen dat het op cake lijkt. Maar dat is geen cake. Nee, precies. Dus ik maak liever iets anders voor jou. Als dat je zegt, ik ga proberen cake te maken. Met allerlei toevoegingen. Want cake moet ook nog boter in. Nou, dat kan met margarine heel goed, maar dat is... beetje hoe ik ernaar kijk. Ja, en dat zeg ik niet dat ik mijn best niet doe, want juist doe ik mijn best. Maar liever niet. Dat is een discussie. Ja, nee, ik snap het. Ja, nee, begrijp. Zo zit ik er een beetje in, maar dat is mijn eigen... Maar goed, we doen het over vegetarisch hebben. Is natuurlijk de peulvrucht natuurlijk. Ja, fantastisch. Want het is een feestje. Zeg maar, eigenlijk alles wat in het vlees zit, zit ook in die peulvrucht. En je kunt nog meer trouwens. En wat natuurlijk ook een voordeel is, want dat wist ik eigenlijk ook niet... Want ik ben al eens bezig geweest met afvallen. Nee, goed. Ik had eerder podcasten van mij kunnen horen. Dat ik dan wel eens wat pogingen gedaan heb. Maar dat wist ik trouwens niet. Want al nu ik me ook wat meer ging verdiepen in de peulvrucht om deze podcast erover. Ja. Is er een onderzoek geweest. En dan moet ik even spieken op mijn blaadje. Even kijken. Er is een onderzoek geweest in... Oh, dat was in Canada.
Waar het blijkt dat elke dag een portie peulvruchten helpt om af te vallen. Mensen die elke dag een portie van 132 gram, waarom dat nou precies de 132 gram moet zijn, weet ik ook niet, peulvruchten aten, vielen over een periode van 6 weken een halve kilo meer af dan de mensen die geen peulvruchten aten. Zelfs als ze geen speciaal dieet volgen om af te vallen. De onderzoekers denken dat dit komt door de verzadigde effect van de peulvrucht. En het is ook waar, want een peulvrucht geeft inderdaad een verzadigd gevoel. Ja. Dus het houdt ook in, je gaat sowieso al minder eten. Absoluut. Ja. En er is nog iets wat de peulvrucht heel goed doet in jouw lichaam. Is dat het je, tenminste de meeste, niet allemaal, maar voor mensen met suiker. Oh, dat is nou, dat is het dan. Ja, het helpt om je glucosespiegel op peil te houden. Oké. En natuurlijk. En ook tegen, hoe noem je die? Dat je tegenwoordig overal in doet. Zo, ik kan er even niet op komen. En je hart- en vaatziekte van krijgt. Hoe heet dat vet nou? Ja. Zo, echt hoor. 100 keer kan ik het zeggen. Ja, maar dat is meestal zo. Ik slik er zelfs een pilletje voor. Cholesterol. Hè? Ja, sorry jongens. Ja. Ik kan er ook even niet op komen. Ja, je moet wel cholesterol hebben, maar het verkeerde fout gewoon. Ja, nee, ook daar helpt het tegen. Ja, en, maar vooral je glucose, dat wist ik ook niet. Maar toevallig via kennissen van mij, die heeft suiker en die heeft daarachter gekomen. Maar niet allemaal helpen ze, maar er zijn er die daar specifiek, of tenminste allemaal doen ze wel iets. Waar maar een stofje in zit, zeg maar. Die dat beter helpt om dat goed onder controle te krijgen. Ja. Dus dat is gunstig. Ja. Dat je dat op die manier gewoon goed kan eten. En wat ik heel leuk vond, is wij hebben een tijdje, een jaar of 3... of 2, weet ik niet precies meer, heeft Ibrahim bij ons gewerkt. Ja. En Ibrahim die kwam uit Syrië. En daar hebben we op een positieve manier, maar echt een gigantische cultuurclash gehad tussen in ons bedrijf. Maar meer omdat hij, dus op eetgebied dan meer, want we konden hartstikke goed met hem. Ja, dat was aardig groot. Maar die wilde natuurlijk heel graag koken zoals ze dat daar deden en hoe hij dat gewend was. En hij werkte daar ook in een restaurant. En of had zelfs een restaurant daar. En dat was totaal niet te vergelijken met hier natuurlijk. Maar daar, die koken nog heel veel met dit soort producten. Hè? Linzen, kikkererwten. Ja, dat klopt. En ja, heel veel dingen komt daar terug. Ja, klopt. En heeft ook een beetje met de prijs te maken. Ja. Ja, tuurlijk wel deels, maar het is ook, daar weten ze vaak nog veel beter ook ja, maar dat klopt. Waar de voedingsmiddelen in zitten. Ja, dat klopt. Ja, maar dat klopt ook. En dat klopt, dat is waar. En dus, maar goed, wij Nederlanders zijn een beetje eigenlijk een raar volkje. Want nu we zo'n cultuur ook steeds meer in Nederland komen, gaan wij dat dus ook meer eten. En dat is natuurlijk op zich hartstikke prima. Alleen, we hadden ze vroeger ook altijd al. En eigenlijk is het een beetje in de vergetelheid geraakt. Of men vond het te veel werk. Of men niet vond het zo niet meer, lekker. Of men vond het niet zo lekker. Of men vond het niet meer van deze tijd. Of weet ik veel wat. Nou, dat gaat nu weer terugkomen, ja. En dat zie je wel weer. Dat zien we wel weer. Of omdat de mensen natuurlijk steeds meer bezig zijn met vlees wel, niet vlees. Of ja, 75 gram peulvruchten ongeveer. Minder je nodig. En dan denk je, dat is niet zo heel veel. Is ook niet zo heel veel, 75 gram. Maar dat is best een handvol. Ja. Want ze wegen niet zoveel. Maar dat is wel. Dan heb je 100 gram vlees. Ja. Nou, als we vroeger was dat, tegenwoordig zijn de porties al kleiner geworden in de restaurants. Maar vlees per couvert, dus per persoon. Dat is veel, hè? Ja. Dus een hoofdgerecht, hè? 220 gram vlees. Ja. Dat betekent dat je dus 150 gram peulvruchten hetzelfde hebt. Ja. Aan voedingswaarde. Ja, dat is pas bijzonder. Dat, ja. dat kan. Ja. Ja, dat is wel mooi. Het is voor mij toch een beetje peulvrucht. En ondanks dat ik zelf niet eens heel veel eet. Is, vind ik het toch iets bijzonders. En ik denk dat ik het zelf kocht in van die jute zakken. Ja, mooi. Werd ook afgewogen. Wogen het ook af. Dat had wel iets bijzonders. Ja. En het heeft toch altijd wel een beetje mijn interesse gehouden. Peulvruchten. En ik vind het toch wel iets waar je. En ik moet zeggen, ik verkocht het ook wel net wel een beetje wel in de alternatieve hoek, moet ik zeggen. Maar ik verkocht het wel vrij veel. Maar op een gegeven moment weet je mensen dat. En ik was een van de weinigen die dat verkocht. Maar had je dan ook van die kievitsbonen liggen? Ja. Kievitsbonen, soldaten, maar ik had nog veel meer. Ik had bij elkaar, en dan zat er wel, hoe noem je dat bij? Van die vezelachtige dingen, vlokken. Yeah. En nog een of twee van die dingen.
Maar buiten die om had ik... ik had er in totaal iets van 6 of 27 soorten staan. Oh, dat is wel veel, ja. Dat zie je weinig. Ik had echt een hele bijzondere soorten. En die kwamen bij een firma vandaan... die daar groot in is. Maar het is dat was... Het was ook maar één groothandel waar ik het kon krijgen, trouwens. Ik wil zeggen, dat zijn. Er was één groothandel die dat levert. Ja, voor mij is er Nederland maar één bedrijf die die dingen nog verwerkt. Ja, nee, er zijn er al een paar meer. Maar, ja, die daar echt drogen? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar, wat ik zeg wel... er was ook maar één groothandel waar ik dat kon krijgen, ja. En dan in de jute zakken, dus dat had ook iets nostalgisch. Ja. Maar het was wel, de mensen die... En dat moet ik ook wel zeggen, de mensen die zeg maar... dan toch vaak wel witte bonen in tomatensaus, onder andere uit blik aten of uit pot. Of bijvoorbeeld bruine bonen uit pot. En die namen het dan toch een keertje gedroogd mee om ook uit nieuwsgierigheid van... Hè, ik heb dat vroeger bij mama, bij moeder of bij oma thuis misschien, maar ik doe dat nooit meer. En dan namen ze het mee en dan moesten ze toch wel toegeven dat het toch wat smaakvoller was vanuit blik of uit pot. En nogmaals, uit blik of pot is niks mis mee, want alle vitamines en dergelijke zitten erin. Nee, het is hartstikke, dat is absoluut. Maar ik ben het helemaal met die mensen eens. Die smaakt toch wel anders. Dan is het een heel ander product. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik dat verschil bij kidneybonen, ook proef je het, absoluut. Maar is het minder groot. Die zijn in pot toch... Die blijven toch steviger, zeg maar. Ja, maar het ligt bij de structuur van de boom. Het is voornamelijk de bruine boom waar ik dat echt heel erg bij heb. Ja. Dat ik dat gewoon echt niet zo heel erg lekker vind, zeg maar. En dat wij het misschien vroeger ook altijd kregen... als ik iets niet lustte, moest er een potje bruine bonen open. Oh ja, dat kreeg je ook. Ja, dat klopt wel. En wat trouwens het heeft over het weken... spit, dat hoeft dus niet geweken. Nee. Dat hoef je niet te weken, dus dat even... Nee, kan wel. Wij doen aanvullen kan het wel, het hoeft niet. Nee, en ook niet te lang, want het is... Nee, dat is... Dus. Maar die kook je... Tenminste, het ligt er een beetje wat je ermee wilt, hè. Maar die verguizen eigenlijk altijd... Nee, maar als je gaat kijken, er zijn een aantal dingen. We hebben wat dingetjes genoemd. Hè. We hebben ook al gezegd hoe vaak het verstandig is om peulvruchten te eten. Nee, dat heb ik nog niet over gehad. Nou, ik had even opgezocht bij het voedingscentrum. Die geven aan 1 keer in de week. Dat dat toch wel verstandig is. Maar als je verder gaat kijken, zie je toch wel dat er wel geadviseerd wordt om het vaker te doen. En ook als je gecombineerde gerechten gebruikt... als ik naar mezelf kijk, heb ik gisteravond een beetje een Aziatisch gerechtje in elkaar gedraaid met noedels. Maar daar had ik broccoli in en ui in en champignons in. En ik had nog een paar spruiten liggen, hak erin. Nou, daar had ik prima een hand, hoe noem je dat? Peulvruchten bij gekund. Ja. Om het toch op die manier je maaltijd uit te breiden. Ja. En ook je vlees daarmee. Want jij geeft aan het een verzadigd gevoel. Ik ben een vleeseter. Ik zal het niet zo gauw zonder vlees koken. Dat zit ergens... ik kook het zat, maar voor mezelf dan heb ik het over. Ja, en, nou... mijn vrouw heeft er helemaal geen moeite mee, maar ik vind dat wel wat lastiger. En dat, waarom weet ik niet. Daar ben ik nog niet achter voor mezelf. Dat is nog een langere weg, denk ik. Maar als je daar... als ik natuurlijk minder vlees erin doe en meer sneller vol zit, mis ik het ook minder, hè. Het is ook een beetje een brainfuck voor mezelf. Maar... Nou ja, maar dat klopt ook wel. Maar goed, weet je, dat is toen met alles zo. Als je gaat veranderen. Dus toen ik dat die eet ging volgen van een poosje gevolgd heb van dat koolhydraatarm. Ja. En dan krijg je dus de vervanger voor de aardappel. Mm-hmm. Ik ben ook een Nederlander, dus een echte aardappeleter. En dat werd dan vervangen door broccoli, rijst en hoe heet het? Ja, dan heb je het wel eens over gehad. Bloemkoolrijst. Broccolrijst. Het is echt niet verkeerd. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar een aardappel kan ik... Ik eet niet iedere dag aardappels. Maar een aardappel kan ik iedere dag eten. Maar broccoli, rijst of dat kan ik niet echt eten. Of bloemkoolrijst kan ik niet iedere dag eten, hoor. Dat ben ik al gauw. Dat werd ik heel gauw zat. Dan word ik echt van... Oh, alweer. Ja, ik ben ook gek op de maaltijdgeleiders, zo noem ik ze altijd. Maar de rijst, de pasta's, dus de koolhydraten. Maar ik ben er gek op, hoor. Ik vind pasta ook, ik ben dol op pasta's. Ja, dat mag dus ook niet meer dan. Nee. Dan mag je ook geen pasta meer eten. Ik ben dol op pasta. Nou ja, brood kan er nog net, omdat je koolhydraatarm brood hebt, dat mag dan nog. Maar weet je, dat heb ik ook even gedaan, dus ook geen brood meer. Maar dat hield ik echt niet vol. Dat was helemaal een ramp. Helemaal geen brood meer is echt... Maar peulvruchten, dat is toch een heel ander verhaal. Er is nog iets leuks met peulvruchten. Je had het net over van
iets aanvullen. En een dingetje en een beetje dingetjes. Maar zo wordt het ook veel gebruikt bijvoorbeeld in de Arabische keuken. Ja. Hè? Nou, dus bestaat er iets, dat ben ik ook tegengekomen vroeger. En dat noemen ze een kapiteinsdiner. Want de boten, waar ze vroeger op zee, ja, dan is natuurlijk een peulvrucht echt ideaal. Ja, die als je die zo meeneemt. Die kun je makkelijk meenemen. Gaat die ondersturen? Water precies. Genoeg? Nee. Precies, dus dat is dinges. Maar om er nou iets van te maken, kijk, wat weet je, om er nou iets feestelijks van te maken, zeker voor een kaptein natuurlijk, hè, want ik bedoel, die grote zeeman, die kreeg gewoon een pot bruine bonen en die moest onthouden. En klaar, maar voor de kaptein dus. En dat noemen ze het kapteinsdiner. En wat deden ze dan? Dan gingen ze verschillende bonen klaarmaken in verschillende schaaltjes. Dus ze gingen als het ware een rijsttafel van maken. Als je bij een Chinees komt, een rijsttafel, krijg je allemaal schaaltjes en dingetjes van dat en dingetjes van dingen zo. Nou, en dat doen ze dus ook met bonen kun je dat uitstekend doen. Met kapsijnes en bruine bonen en met worst en met sausjes en pekelvlees en gebakken uitjes en bietjes en aardappeltjes. Je kunt er ook rijst bij eten uiteraard. Dus je kunt er eigenlijk iets creatiefs iets van maken. Daar heb ik hier een plaatje van. En het ziet er echt, als u dat zo... Ik denk dat ik vroeg hem er wel weer in. Nou, hij had het al ingevoegd. Maar dat ziet er echt, en dat ziet er echt leuk uit. En het ziet ook uit alsof je dan echt een hele gevarieerde dish. Ja, leuk. Ja, dus dat is echt iets van... Dus vroeger waren ze nog zo gek niet. Nee, zeker niet. Maar wat jij zegt, dat is ook dus nog tegenwoordig. Hè? Eigenlijk doet er een grote fabrikant, hè, die we allemaal van de potten wel kennen... Ja. Die heeft tegenwoordig zo'n hele kale collega van mij dat allemaal staat te promoten. Ja. Toen ik daarmee begon, dacht ik echt, moet je eerlijk zeggen, dacht ik echt van nou, wat doet hij daar nou weer bij? Wat is dit nou? Maar toen ging ik er eens in verdiepen en eens kijken wat er nou echt in zit. En eigenlijk is het hartstikke in grote lijnen een hartstikke goed product. Als je een beetje op het zoutgehalte let hier en daar, maar is het eigenlijk een hartstikke goed product wat we verkopen. Maar die nieuwe producten die... De firma dus verkoopt. Onze firma die we bedoelen is Hak natuurlijk. Ja. Maar die hebben ze allemaal in die zakken zitten. Hij bestaat dus niet voor hoor. Nee, absoluut niet. Maar die hebben natuurlijk die nieuwe potten. Niet meer alles in pot, maar ook in van die zakken. Dingen staan. Maar daar zit ook die variatie in. Daar heb je ook verschillende soorten bonen. En dat is natuurlijk wel, als je het zelf moet doen. En van alles een beetje. Daar werkt niet, hè. Of werkt niet, maar dat is niet heel makkelijk. Wel gewoon wat jij dan doet met die bakjes wat je aangeeft wat op de kapitein dat deed. Ja. Maar als ik 6 soorten bonen in mijn stoofgerecht wil hebben, dan is dat bijna niet te doen. Nee, dat wordt lastig vooral. Dan moet ik allemaal weken en allemaal kleine beetjes en allemaal dingetjes. En dat is allemaal ingewikkeld. En dan is dat natuurlijk zo'n uitkomst dat zo'n firma dat doet. Het is natuurlijk groot geworden in het inmaken, in het potten en dingen. Ja, klopt. Dus er zit heel veel kennis. Maar ik vind het eigenlijk, moet ik echt eerlijk zeggen, ik dacht echt, wat is dit? Waarom doet hij daaraan mee en waarom werkt het zo? Maar het is eigenlijk best een heel goed product. Ja, precies. Ja, dat is waar. En ze hebben nog bite. Je moet er echt nog wel even wat mee doen. Het is echt niet dat je het even omkiept en klaar. Maar nee, precies. Het is echt wel, ja, dat moet ik echt zeggen hoor. Ja, dat doen ze complimenten goed. Ook. Maar daarmee merk je natuurlijk ook dat hun dat zijn gaan promoten, dat er kennis vrijkomt over de gezondheidseffecten en dat je nu ziet dat ze eigenlijk veel populairder aan het worden zijn. En mensen dus natuurlijk steeds meer minder vlees willen gaan eten of in ieder geval hun best gaan doen om minder vlees te eten. Ja, en veel vleesvervangers, die zijn natuurlijk, je hebt sojabonen, dat zijn ook mooie peulvruchten. Ja. Dat zit bijna overal in, ja. Als het om vleesvervangers gaat. Maar ook wij, als wij vleesvervangers maken, wij maken een soort burger achter, ja, niet vleesvervanger. Ik vind het altijd zo wat, maar goed. We maken een groenteburger. Ja, precies. En daar maak ik ook op basis van peulvruchten. Ja. Met tomaten en paprika's. Ja. Hartstikke lekker, een beetje pittig, maar en mais zit erin. Ja, daar hebben we dus ook helemaal niks mis mee. Dat is wel. Maar ik moet wel zeggen, Gert, altijd als ik het eet, op de Etna. Dat krijg ik bij linzen heb ik altijd een Oosters gevoel. Bij bonen krijg ik altijd een Mexicaanse in gedachten in mijn Mexico, hoofd. Ik weet niet wat dat is, maar dat zit toch in mijn systeem. Ik kan me wel iets voorstellen, want dat je natuurlijk in die landen, die Oostlanden werken heel veel met peulvruchten en zeker linzen. Ja. Linzen is daar een heel groot product. En Mexico, of de Mexicaanse keuken, heel veel bonen. Die draait heel veel bonen om de bonen. Ja, dat klopt. Ja.
Maar toch dat heb ik dat altijd. Ook ja. al maak ik er iets heel anders van. Want het totaal niet in blijkt. Toch het gevoel van... Echt, als ik dat eet... in Mexico... Of ja, nou, nou, of ik in Mexico ben nou, niet. Nou, maar nou, dat zou je willen, maar... Die gedachten krijg je. Stom is dat, ja, hè? Ja, dat is leuk, ja. Ik had trouwens nog iets leuks tegen een leuk weetietje van... want net als zeggen, oma vroeger was nog niet zo heel op de achterhoofd gevallen. Dat is na het eten van uien, etten en bonen... hebben mensen last van winderigheid. Ja, ja, ja. Ja, dat is over het algemeen wel veel bekend. En dan, weet je wat dan oma die zegt... en dat wist oma vroeger al... je moet gewoon een scheutje azijn toevoegen. Bij het koken? Ja. Dat doe ik eigenlijk altijd wel. En dan heb je ook stukken minder last van, altijd, van de winderigheid. En bij etten en bonen zou je bijvoorbeeld ook zure augurken of uitjes kunnen eten. En dan heb je bijna glas meer van winderigheid. Oké. Okay. Dus ja, zeg oma was een schik. Nee, dat is zeker niet waar. En dus dat, nou ja, dat soort dingen. Vroeger werd natuurlijk heel veel, want bruine bonen was natuurlijk ook een arme luis eten. En er werd gewoon heel veel gegeten, plus het voedengoed. Dus dan hoef je ook wat met minder op te scheppen. En maar ja, goed, dan werd het natuurlijk, daar was echt veel last van minder. Nou, ik moet zeggen, als ik bruine bonen kook... Ja. Zelf, gewoon van de gedroogde versie of zo, dan doe ik dat eigenlijk altijd al. Dat heb ik inderdaad van, maar de reden wist ik niet. Nee, nou ja, dat is dus de reden. Want het is wel zo'n klein beetje dat je het niet nee, echt heel het is, erg hoeft. Nee, het hoeft ook maar een klein beetje. Ja. Maar als je zegt, nou, ik wil liever geen azijn mee, maar dan kun je bijvoorbeeld ook heerlijke zure augurk of zure uitjes erbij eten. Lekker. Dus, ja, die gooi ik, dat doe ik trouwens zure uitjes, die gooi ik altijd om de boerenkool heen. Door de boerenkool? Ja, ik vind het heerlijk. Gewoon de boerenkool, ja. Jij niet schept aan de boerenkool, want jij vindt het niet lekker. Die eten meestal zo'n gurkenfrietel bij. Dat vind ik wel lekker. Die is apart erbij. En je gooit dingen, dan gooi je zo'n handvol van die uitjes eroverheen. Een paar lepels vol van die uitjes eroverheen. Ook vind ik heerlijk. Ja, zo zie je, dat dus heeft zijn eigen ding, hè? Absoluut. Hey, maar ik mis er nog eentje, Gert. Een hele grote. En dat is? Ja, nou die eten we nooit zo eigenlijk. Die eten we een beetje zout, s'avonds op de bank met een flesje bier voor de sport. Nee, ik kom er even niet op. Nee? Eet je nog een handje pinda's? Oh, ja, natuurlijk! de pinda, ja, uiteraard, ja zeker. Ja. Ja, dat is er ook eentje, hè? Ja, absoluut. En, absoluut. Hij wordt heel snel onder de noten genoemd. Ja. Maar het is toch echt gewoon een gedroogde pulvrucht? Nee, dat klopt. En trouwens, de mais, die valt ook onder de pulvrucht. Ja. Dus die twee moet ook niet vergeten natuurlijk. En mais wordt natuurlijk ook vrij veel gebruikt in de keuken. Dus en mais ook trouwens, je had het net daarover, Mexico. Ja, daar nog Mexico meer. Mexico is ook echt maisland. Wat dat maar je hoeft net, dat is wel leuk, want je hoeft niet te denken dat je zo langs het maisveld even zo'n ding in je... Maar die zijn meestal niet te vreten. Dat zou je niet doen, nee. Je moet echt een suikermais hebben. Ik wou zeggen, want noemen we dan suikermais, maar zo heel zoet zijn ze helemaal niet. Nee, maar geef die maar lekker aan de koeien. Ik wou zeggen, dat is niet weg te krijgen hoor. Nee, krijgen we niet gaar gekookt. Gaan we dit moeten boeren halen, want dat gaat het niet worden, nee. Dat laat toch wel lekker doen. Ik had wel eens die illusie namelijk. Ja. Nee, dat is echt niet eten. Nee. Dat is geen aanrader. Nee. Maar pinda's is natuurlijk wel... We hebben het natuurlijk vorige week of twee weken terug alweer over allergieën gehad. Daar zit met pinda's dan natuurlijk veel voorkomend probleem van. Maar dat is één van de weinige allergieën. Waar het heel gek is dat ze niet voor alle peulvruchten dan gelijk allergisch zijn. Het is echt specifiek pinda's. Nee, als je voor de pinda allergisch bent, kun je de rest van de peulvruchten gewoon eten. Meestal wel. Meestal, 9 van de 10 gevallen wel. Natuurlijk. Uitzondering bevestigd erin. Dat is toch raar, maar het is ook een... Ja, het is ook een... Het is ook de enige vrucht natuurlijk die we op een andere manier eten. Die eten we gedroogd en geroosterd vaak. Of, ja, maar gebrand, niet gekookt of wat. Nee. Ik heb nog nooit een gekookte pinda op. Nee, ik ook niet. Ik zou ook niet weten waar ik ze kan kopen eigenlijk. Nee. Die gaan allemaal in de... Ik heb gehoord dat hier een 5 is, zakjes. Zeg maar. Ja, precies. Hey, maar mais hoort er ook bij, ja. De doppinda, hè. Ja, de doppinda. Ja, die hadden we hier vorige week ook, in. Die blijft er ook, hè. Die blijft ook in, hè, die doppinda. Ja, ik vind het niks. Ik vind het die blijft niks. Erin. Ik vind pinda sowieso niet zo heel erg lekker, maar... Ja, vroeger thuis, hè, aan de tafel. Ik heb liever gemengde noten dan als ik dat moet eten, maar dat is mijn eigen... Vroeger thuis aan tafel ging een krant op tafel en dan een doppen. Van die doppinda's. En dan zat er met z'n allen en dingen zitten doppinda's. Maar ik eet sowieso niet echt noten. Ja, gewoon wel in gerechten of zo. Maar zo op de bank, zeg maar, zou ik dat niet heel gauw doen. Maar als het dan moet, of doen, dan heb ik het liefst gemengd.
Dat ik wat verschillende smaken in mijn mond heb, zeg maar. Ja, nee, precies. Hey, maar jij bent groente. Is een cashewnoot, is dat dan een noot of ook een peulvrucht? Ze vallen onder de noten. Ja, toch wel. Ja. Het lijkt wel een beetje op een peulvrucht. Het lijkt wel een beetje op een peulvrucht, maar die valt echt onder de noten. Oké. Okay. Ja. Ja, weer wat geleerd. Nou ja, maar goed, daarover zitten we hier toch ook. Eens even wij, kijken. Ook wij leren van de podcast. Ook leren wij ook, ja? Dat jij dat nog kan op jouw leeftijd. Ja, jongen. Ze hebben mij altijd gezegd, je houdt mij gewoon vast. Je bent nooit te oud om te leren. Nee, dat is waar. Dus daar hou ik mij dan maar aan vast. Hé, hey, we hadden het straks al even over die gezondheidsdingen. Ik denk dat het goed is om die nog even een keer samen te vatten. We hadden het over cholesterol. Daar helpt het voor. Eigenlijk allemaal, maar er zijn er een paar specifieke. Maar die zijn terug te vinden op onze website, welke dat precies zijn. Voor je glucose, dus dat wel voor je suikerspiegel op peil te houden, zijn ze goed. En je kunt er heel goed van afvallen, hebben we begrepen. Ja, volgens een... Dus ik zou als ik jou was iedere dag zo'n zakje doen, Geert. Dan hebben we over... dat lijkt me wel goed, maar... nee, flauw. Ik ging die pulvruchten bestellen. Ja, die ging, oh ja, we gaan over pulvruchten. Ga pulvruchten bestellen. Dus ik ga wat? Ik zeg, ga pulvruchten bestellen. Oh, nou oké. Okay. Moet dat? Ja, dat moet. maar toen zei hij, ja, weet je, ja, maar en dan? Ja, nou en dan? Dan neem ik ze weer naar huis toe en dan kunnen we mee dingen gaan koken. Dus we willen wel echt iets meer mee gaan doen. Om gewoon ook eens te kijken van wat is het nou. En, ja, maar er zitten ook echt lekkere dingen tussen. Als het ook helpt met afvallen, is het ook nog een keertje. Mee gaan, maar goed, ik... Ja, maar je moet, als je dat één keer in de twee weken gaat eten, Gert, dan moet je niet denken dat je dat in één keer... Nee, joh. Maar daar ga ik helemaal niet van uit. Maar ook eigenlijk vind ik... Ik ben zelf ook een enorme vleeseter. Ja. En vis ook trouwens ook. Vis en vleeseter. En eigenlijk vind ik ook wel gezien alles... En ik ga nooit... Ik ga nooit geen vegetariër worden, dat geloof ik niet in. Maar ik denk dat het wel goed is dat ook wij en ook ik best wel eens wat bijvoorbeeld 1 of 2 dagen in de week is zonder vlees kan gaan eten. En dan is de pulvrucht natuurlijk sowieso ook al een prima vervanger. En daar kun je ook gewoon leuke dingen mee doen. En, dus ja. Ja, maar dat is wel wat je zegt. Het is wel mooi, prima vervanger en zo. Het is sowieso goed om... Ik denk dat het goed is om... Dat doe ik, probeer ik ook. Ik vind het ook moeilijk, maar... Om bewust bezig te zijn met het feit wat je doet. En als je daarmee begint. En ik geloof er namelijk heilig in. Dat bewustwording voor verandering kan zorgen. En dat het alleen dat duurt iets langer. En in dit geval verschuil ik me daar ook graag achter. Nee. Ook dat mag wel. Maar het is natuurlijk wel. Wat jij zegt over goede vleesvervanger, wat daar heel belangrijk aan is, en dat is vooral in de begintijd geweest toen de vegetarisch zijn opkwam. Dat is een tijdje ook echt een hele hype geweest. Dat heel veel mensen die daarna weer gewoon zijn gaan, of gewoon niet, die daarna weer zijn gaan vlees eten, wel misschien minder, die hebben vegetarisch geleefd, maar die kwamen voedingsstoffen tekort. Want die vegetariërs, waarom wij zeggen dat die altijd staan te grazen in de wei, dat komt eigenlijk van hun, door hun eigen in het begin. Want toen aten ze ook alleen een blad sla. En als je die mensen toen zag, die waren echt niet gezond. Nee. En dat komt omdat te weinig afwisseling in hun eetpatroon zat. Ja. En nu is dat absoluut niet meer aan de hand. Ik vind het juist heel goed. Toen de vegetariërs opkwamen, was er in de horeca heel veel weerstand tegen, want het was weer iets bijzonders. Ik heb het altijd omarmd. Ik heb het altijd leuk gevonden om alternatieven te zoeken om iets leuks te maken. Ja. En leuke gerechten te maken voor de mensen. Dus in die zin is dat helemaal geen probleem. Maar dat is wel dat grootste deel van de voedingsstoffen die jij mist als jij geen vlees meer zou eten, kun je hieruit halen. Die zit in de pulvrucht. En dat is natuurlijk wel Het is de meest natuurlijke vervanger. Ja. Zonder dat je allerlei foefjes uit hoeft te halen. En dan krijg je toch de voedingsstoffen binnen. Ja, dat is een heel groot probleem geweest. Op de meest natuurlijke wijze. En dat is ook wel goed. En daarom is het ook wel fijn dat kan. Dat is ook wel zo. En weet je, het is, je moet ook, en dat is natuurlijk eigenlijk met alles zo... Ook, kijk, wel recepten is tegenwoordig geen probleem meer. Je hebt natuurlijk de kookboeken. Ja, daar hebben we vorige week druk over gehad natuurlijk. Precies, uiteraard. En goed dat die ook bestaan en dat die dingen zijn. En ook heel veel mensen vinden dat leuk. En ook om te schrijven. En ook heel veel mensen vinden
plezierig om zo'n ding in hun handen te hebben. Dat is gewoon met een gewoon boek en e-reader natuurlijk. Maar goed, we kunnen gelukkig ook op internet vinden. Ik bedoel, je kunt het niet zo gek bedenken of op internet is er wel een recept van te vinden. En niet één, maar heel veel. Variaties te over. Ja. Ongelooflijk. Ja. Maar goed, het mooiste is natuurlijk altijd dat je er zelf een beetje mee gaat. Ja, maar dat is waar ik dus in geloof. Als je hiermee aan de gang gaat. Hè? En je bent net zo'n uitdaging aan als jij gegaan bent nu. Want je hebt, 12, 13 soorten gekocht. Ja. Als je dat nou zou doen thuis ook. Dat je jezelf ertoe zet om het te gaan eten. Dan gaat het gewoon gebeuren. Weet je, wij zijn... Ik geloof ook in het... Nou, we hebben het over vegetarisch en bonen. Maar heel kort even, zout geloof ik ook in. Maar zolang ik dat die pot zout in de kast laat staan thuis... ga ik dat niet veranderen. Nee, dat klopt. Nee, dat is ook zo. Maar nu, ik had namelijk nooit kruiden thuis. Want wij aten altijd op de zaak. Maar ja, precies. Dat is natuurlijk allemaal een beetje veranderd het afgelopen jaar. En ik heb nu een arsenaal kruiden thuis. Gewoon pure kruiden zonder zout. En ik eet veel en veel minder zout. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat is met dit ook. Als jij niet jezelf dit een keer gaat proberen en de smaken ontdekt. En dat die bruine boon, wat ik al meerdere keren gezegd heb nu uit een pot, totaal niet lijkt op wat je maakt als je dat op deze manier klaarmaakt. Vele malen lekkerder, veel meer structuur. En dat geldt voor alle bonen, maar daar is het resultaat denk ik wel het grootst. Dat het een vrij weeige boon kan zijn. Ja, nee, maar dat is ook zo. Als je hem te lang koopt. Nou ja, maar dat is waar. Maar goed, dat is natuurlijk met alle groenten zo. Maar goed, vroeger werden de groenten natuurlijk kapot gekookt. Ja, dat sowieso. Maar het is gewoon zo. En dat is natuurlijk tegenwoordig gelukkig wel anders. Absoluut. Het is wel lekker als er een beetje bite in blijft. Dat vind ik wel. Hé, maar nou had Frank nog even een vraag aan jou. Hè? Die sukkersnaps. Ja, zeker. Nou ja, sukkersnaps, dat is het Nederlandse woord, is suikererwt. Ja. En die lijken op peultjes, maar die zijn een stuk boller. En ze smaken ook zoeter als het peultje. Ja, daar komt de suiker ook vandaan. Precies. En het peultje, het Engels woord is minketoet. En die zijn platter en bevatten veel kleinere etjes. En die et zit eigenlijk, nog in de peul. Ja. Maar dat zorgt natuurlijk voor dat het gewoon voor de lekkere smaak zit. Maar die zit dus echt in die peul. En dat is dus de lekkere smaak ervan. Ik weet niet of die mensen dat hoorden, maar ik ga er nog even eentje doen. Het is een suikersnap. Ja. En die doet... Ja, dat is echt. En dat gaat bij deze, ondanks dat die ook nog wel iets in zich hebben. Maar bij de peultjes... Ja, die zijn veel slapper. Gaat dat niet gebeuren? Nee. Ik vind suikersnaps heerlijk. Ja. Maar ik doe ze echt ook maar een seconde in de pan, bij wijze van spreken. Ja, je moet ze heel kort. Want ik zou ze zo kunnen eten, hoor. Ik vind ze hartstikke lekker. Je moet ze heel kort koken, want anders is het ook niet... Maar goed, ook daar in smaak verschillen. Ja, natuurlijk. Ja, maar als je ze gekookt hebt, kan ik wel de vraag van Frank me voorstellen. Ja. Dan is het verschil niet meer zo groot, hè? Nee, dat klopt. Want die suikersnaps die klappen als een soort van ding in elkaar. Ja. En dan heb je zo'n platte peul erbij liggen. Ja. Dan, eigenlijk heb je hetzelfde. Of hetzelfde, maar ze lijken gewoon heel erg. Maar eet maar speeltjes, eet maar suikersnaps. Dat verschil is echt goed. Ja, dat is een wereld van verschil. Je proeft echt. Het lijkt heel veel op elkaar. Maar smaak, er zit echt een groot smaakverschil in. Absoluut. Dus bij deze, Frank, we hopen dat we hiermee de vraag beantwoord is. Jawel, dat denk ik wel. Hey, dan zijn we op het punt gekomen, denk ik, voor volgende week te gaan kijken. En nou mag je echt een keer zeggen, want we hebben het nog niet over gehad. Waar we volgende week over gaan hebben. Dat gaan we doen in deze... Ja, was je volgende week al op vakantie of ben je bij de dan nog? Nee, volgende week moet ik even goed nadenken. Nee, dan ben je er nog. Ja, maar volgende week ben ik er nog. Volgende week doen we het nog een keer. En daarna ga ik die wereldreis pas maken. Ja, Dus volgende week ben ik er nog. En dan gaan we je steunen in je wereldreis. Goed zo. Gaan we doen volgende week? Ja, zeg het eens. Nee, weet ik niet. Nee, ik ook niet. Ik denk dat we een verrassingsaflevering gaan maken. Dat kunnen we ook doen. Ja, ik heb even... Nou ja, luisteraars, laat u volgende week maar verrassen. Nou, dat is nog veel beter. En dan kunnen we volgende week voor ons en voor jullie een verrassing. Wat volgende week de podcast gaat worden. Goed toch? Idee, absoluut. Gaan we doen. Ja. Leuk. Ik heb ook nog wel een vraag gehad, maar dat gaan we later doen als je terugkomt van vakantie. Maar dan gaan we het even hebben over kaas. Oh, leuk. En daar heb ik ook een gast voor. Oh, leuk. En die is gek van kaas. Oh, leuk. En het kan niet hard genoeg stinken, dus dat wordt nog wel een... Oh, heerlijk. Man. Oh, lekker. Oh, lekker. Kaas is ook zoiets. Oh,
Dus, ja, heerlijk. Ja, daar zijn ook boeken vol van te schrijven. Ja. Maar er zijn ook mensen die alleen bij het boek al gaan gruwelen. Ja. Die zat hier vorige week aan tafel. Nee, maar meen ik serieus. We gaan binnenkort, maar hebben we een speciale gast voor. Maar goed, omdat Frank natuurlijk gaat vervangen. Ja. Voor een korte periode gaan we dat even niet doen. Ja, heel leuk. Want die wordt onpasselijk, zei hij, als hij daar een uur in zou zitten. Ja, nee, dat moet Frank niet aan. Dat moet Frank niet aan. Ik ben blij dat ik van je verhaal. Ik ben dol op kaas. Nou, leuk. Dus ik vind dat heel leuk om... Dat gaan we doen. Ja, top. Gert, dankjewel. Graag gedaan. Tot volgende week. Tot volgende keer weer, hè. En mensen ook, tot volgende week. Tot volgende week. Niet even onder die video duimpje omhoog te doen. Zouden we leuk vinden. En abonneren mag natuurlijk altijd. En we beloven jou dat het geluid nu voor altijd beter zal blijven. En, ja, daar hebben we ons best op gedaan. Neem even een keer een kijkje op kokenmetengelen.nl. En tot volgende week. Tot volgende week. Super dat jij geluisterd hebt naar de Koken met Engelen podcast. Heb jij een vraag of een onderwerp voor een van onze volgende afleveringen? Stuur dan even een mailtje naar info@kokenmetengelen.nl en we helpen je graag verder. Tot volgende week.